go! Welkom, Splash 2003. Ik ben Maximus en ik ga jullie een beetje een rondleiding geven. Mensen beginnen gewoon spontaan te freestylen. Ergens beginnen er een paar gasten met elkaar te battelen. Er komen er meer mensen bij. Mensen gaan beatboxen, ze gaan handklappen, noem het maar op. En ze nemen elkaar over. Dit is eigenlijk ongekend. Ik heb dit nog niet eerder meegemaakt in Nederland. So heiß ist, aber ich muss reinklotzen. Immer weitergeben und die Beatbox, sie ist tight. Also der Typ ist bereit, also wisst ihr, dass es schneit? Nein, es ist Sommer, also praktisch jetzt im August. Und man, das ist auf Dauer echter Frust, dass die Typen da nicht reinkommen. Und deswegen muss Phil Nino für euch noch poppen, wie in Katakomben. Also somit untergründig bin ich hier nicht mal flüssig. Und du fragst dich, ist das richtig? Na, natürlich bin ich das. Und deswegen rapp ich krass. Du fragst dich, was der und was macht und nicht das. Zum Beispiel mit diesem Preisstil und mit dir bin ich wirklich dicht hier, oder was macht der hier? Na, er glaubt immer mit dem Typen aus Oldenburg und du musst echt verhüten. Du musst dich behüten vor dem Stil, den wir rocken. Und es stinkt manchmal hier, wie deine Socken. Nein, was? Ich bin einer von James Browns Neffen, also Number One Songtrotter. Hört ihr das an Cedar Ramsey, der Godfather? Von Freestyle Rap in Deutschland, hört ihr das an immer noch dabei zu viel? Ja, bitte geh. Oh nein, oh, bitte, willst du jetzt tatsächlich verschwinden? Du wolltest doch gerade noch die Allianz begründen und mein. Bitte komm doch her und gib's mir jetzt extra geil. Auf dem Video komm, gib mir Geto, was du hast, denn Cedar Ramsey immer noch dabei und wir haben die Fragen. 3 dagen lang hip-hop, reggae en dancehall. Het is fantastisch. Ze verwachten ongeveer 25.000 mensen. Maar we spraken gisteren iemand en die zei dat het er wel 40.000 kunnen zijn. Maar goed, ik ga niet al die tenten tellen, dus ik weet het eigenlijk niet. Maar de sfeer is super gezellig. We kwamen gisteravond aan, na een lange rit in de Cypherbus. Deze campingplekken waren eigenlijk al zo goed als vol, onvoorstelbaar. Gisteren hadden ze die camping opengegooid. Iedereen zat er gewoon al. Er zijn dus 3 campings. En straks gaat het festivalterrein open. Nou, het ziet er allemaal wel goed uit. De vibe is goed, de wc's zijn goor. Het eten en de koffie is duur, maar ja, dat heb je op elk festival. Nu 10 minuten! En dan gaan de poorten open. Wacht maar! En mensen staan op te dringen. Ik weet niet waarom, want er speelt nog lang geen act. Het begint pas om 2 uur of zo. Maar mensen willen heel graag dat festivalterrein verkennen. Ze willen graag een sprong maken in dat meer dat je daar hebt. Want dat konden we daarnet niet bereiken. Maar het is wel tof. En hier kan je lekker een beetje eten en chillen en zo. Ja, en als je gewoon om je heen kijkt, je ziet gewoon van alles en nog wat. Maar iedereen houdt gewoon van hip-hop en dat is gewoon tof. Okay, we zijn nu op het festivalterrein. Een paar minuten voordat de poorten open gaan. Mensen staan al behoorlijk te dringen hier al. Over het terrein, we hebben allemaal merchandise gezien, hartstikke leuk en zo. Maar dit is waar we voor zijn gekomen. Kom maar mee. Paradijsje toch? Vette skatebaan, leuk hip-hop podium, waterfietsen. Dit is helemaal te gek. Overal eettenten, gras. Achter je hoor je de soundcheck van het reggae podium, oftewel het rhythm podium. Ook erg leuk. Maar dit is toch. Hier wil je toch elk jaar naartoe op vakantie, of niet? Helemaal dope. Ik zeg wat de zitten, die maken wel niet van water. Die leggen, hoe wacht u verder? Ik lieg vader, die mag voor mij. Droom en spas, de bier loopt voor wie. Volgens mij op een vast verschrik, de bikken cool. Drink en wat jongens, die kennen aan de dag. Naast de marikolen zit terecht. Waar ik droom, jij nog op iets van hier zie. Waar ik droom, op de frustratie met visie. Ik weet hem al, we vrullen geen oude man. Van lachen in de trap, maar ik word een amigdag. Ik heb een oude, ze nu nog die naarden zijn vroeg, zo op de zon. Je jongen, ik heb een
nippel wakker te bedenken. Moet ik met twee gekooien gaan voor een snelletje. U ziet die deze verjaar in die herfst. Staat niet slaan met een scherp en nog een dag in de muziek leren. Crazy face, crash it on. Grijs. The whole Glee class says hello to Hip Hop and Yasmal and the Hirsch and the Zubrahmaniyah. And yeah, we hope that everything is going well. Hey, what did you think of the show? I think it was really nice. Was it your first time at Splash? No, it was my second time. Was it better? There were a lot more people last time because they had let the people in, you know. They didn't let a lot of people in yet. But that's okay, I guess, you know. It doesn't matter if 5,000 or 500 or 50 or 5, you know. What are you gonna do now? I'm gonna drink. Which artists are you gonna check out? As I said, 45 Scientifique, Bustaflex, Dead Prez, Gangstar, of course, Beginners, Curse, of course. I guess that's it. From The Arsonist. I didn't expect you to be here at Splash, but you were rocking the microphone with your urban legends in the background. Right. What's your thing with collaboration? I mean, I collaborate with all kinds of people, man. Everywhere I go, I just seek out whoever's loving it as much as I do. We write rhymes together. Yeah. There's a studio, we go to the studio together, and there's a stage, we get on stage. So yeah, that's just how it happens. You know, it's just, I think hip hop. It's to the level where, you know, it's not really in the streets no more. Like, do it for fun in the streets, like how I was, you know, I was brought up. So now it's do it for fun, meeting people and go to the studio and get on stage. That's the fun now, you know, so that's what I do. But you said you fly over occasionally to Germany, so you got a second everywhere. House here or what? Nah, I just go to hotels and wherever. Yeah. Wherever I can rest my head, you know. So you have a few crews you hang out with? Or? Yeah, of course. Yeah. I got a lot of crews I hang out with. So many of them all the names sometimes. Because it's just a worldwide thing. Yeah. It's hard to keep up when you just robot. I'm not in the matrix. I can't fucking duplicate myself. But I got a lot of family. I got like Shabazz and Cypher. That's my cousin. That's my brother. That's right. My heart. You know what I'm saying? That's my twin right there. I'm gonna have a duplicate that's gonna be him. If I'm gonna be in the matrix, I'm gonna be with him. Right. That's my dog right there. And I got like Lil Troop. I got Curse, Sammy, Afro. I got Silver Rings. I got M.O.D. I got a lot of cats on my side that's just showing me a lot of love. Yes, sir. Okay, that's your solo thing, but what about the group thing, Arsonist? Can you give me an update? Update? Update is don't get hit by the car. Update on Arsonist, I say they're my friends. Like, we talk like friends. But I'm doing my solo thing, and they're doing solo projects as well. So you're just taking time off? Nah, I'm not with Arsonist anymore. You're not anymore? Oh. It's solo. Right. It's better this way. Yeah. I'm not in their way. I'm not taking away from their energy. Too many, like, I consider them powerful. Like, I see them as very powerful. And
and I think it was too much power. So they go do their thing, you know, everybody goes solo, spread your wings, you know what I'm saying? So right now, that's what I'm trying to do, spread my wings and fly, you know what I'm saying? Right. And what about the remaining members of the Arsonist? They're together, working on stuff? Or? I think they're working on solo projects. Solo projects. Yeah. Okay. Junior Nick got a solo project coming out. Yeah. Destroy got a solo project coming out. Swell, I think he's working on something, I'm not sure exactly. But what about you? My album is done. Should be coming out early next year. Early next year, alright. Dude, that's like the deal with me. What's the name? Etched in Stone. What? Etched in Stone. Etched in Stone. Etched in Stone. In Stone. The reason why I call it right. That, the reason why I call it Etched in Stone is because everybody's first album is the one that everybody refers to. So when you say like Nas, Illmatic, anybody's first album, you name it, Criminal Minded, Slick Rick's first album, Great Adventures, Slick Rick, it's the one. That's the one that's printed in the stone, in the pyramids. You know what I'm saying? When you die, that's the one that everybody's gonna say, yo, this was the joint right here. It's always the first album. So I feel my album is gonna be etched in stone. That's why I called it that. It's hard, stone, you know what I'm saying? Etched because I'm an artist, I write, you know what I'm saying? Be a trailblazer, be a pioneer, you know what I'm saying? Come out with some originality. Not 20 people sounding the same, that's weak. That's copycat. Yeah, but you can never sit back. It's like an everlasting battle. Exactly, to the end. And that's the way it should be. That's the way it should be. That's why it's called hip-hop in your face, for real. When you're grabbing the mic and you're saying what you feel, you're doing it all day around the TikTok. My name be the PMD. I represent the Boondocks. Yo, you heard me. Hopped on the train or the plane to Germany. Cooling the splash with my man K in the Honda. I be the PMD, the mic doc, representing the hip-hop. I'm back on the block, yo. Chill. Hip-hop right up in your face. Mike Doc and the Hit Squad, we catching the case. Don't erase the legacy. I know you cats heard of me. PMD, Mike Doc, yo, I'm Swayze. And we coolin' DJ Honda in the house, K Solo in the house, and we doing the damn thing. Hip hop all up in your face.com. One of the illest of flies on the planet. So act like you know. Peace. We net zo'n PMD. Je weet wel, geen PMD, zo net even te freestylen. DJ Honda die stond er ook naast. Nu zijn ze klaar met hun freestyle, maar ja, ja. Zie je maar, ze moeten gewoon allemaal handtekeningen uitdelen, dus. Zoom even in op PMD, man. Je staat gewoon op een heel klein podium te freestylen daarnet. Hey yo, what's up yo, this is Paris Smith from EPMD. I got the solo project out right now called The Awakening and His Squad in effect. Dutch Magazine doing the damn thing in the 03 and the 04. Still rugged and raw. Alright, hip hop in effect. He's the Jam Master J. Hey, hey, dat is voor mij genoeg, okay? Oh,
eten. Lekkere vegetarische noedels. Want ik heb zoveel energie verbruikt tijdens het optreden van Friendly Fire. Maar eigenlijk zou het bestaan uit Planet Asia en Loop Troop. Maar het was eigenlijk meer een halve show met PMD, K-Solo en Freestyle. En DJ Honda. En Freestyle. En Freestyle, uiteraard. Die we hebben geïnterviewd. Het was echt een te gekke show. Helemaal super. En geniet er nu van de zonsondergang. Mensen zijn even aan het chillen, energie aan het opdoen voor Gangstar en De La Soul. Lady Dash. Sound system, moving solid. Jump up and down, twisting. I can't twist in your arms. Pop your fist in your palms. I'll be very resistant with charm. Resistant or less, if you piss in the press. Rely on loop truth to put a hits in it down. You feel no pain when it hits in your chest. They got me down, hey. So, like, in the end, they just said, no, you have no more time, and the stage manager started taking away our stuff. Right. So we just went off stage, and, you know, we were really pissed off. But then they said, in the end, they said, okay, you can go back on. So they switched it back and forth, a lot of times. All right. I'm really sorry for that. You know, for no problem. We enjoyed it, but I know you guys are popular, but I was a bit surprised by the crowd's reaction. I mean, you're big in Germany or not? Yeah, it was a good reaction. Yeah. But the crowd is always good in Germany, I think. You've performed here before? Yeah, man. Yeah? This is the second time on Splash, and we've done many tours in Germany. Now, you also cooperate on the Dutch-Swedish CD, I heard. Yeah. Is there going to be a follow-up to that? I have no idea, No? Because I'm not in contact with the guy who did it, so. How come? Was it just the one thing? Yeah, he just asked us for a song and I said, yeah. We did it. Just did it together. Yeah. Okay. You really feel that it's important just to uplift unsigned talent and stuff? Well, man, that's good. That's always good. It's, I mean, the more you give, the more you receive later. You know, if you give a lot, you get a lot. Yeah. What's next for you guys? Are you on a European tour now with a new album or? Yeah, the album is not really new. We've been through Europe already, so we're probably gonna do one more after the summer. But then next year I'm coming out with a solo album. Oh, cool. That's a scoop, guys. Promo the Long Distance Runner. Next year, February. I hope. That's dope. Thank you.
Superficial, let me wish you, we'll give it a rush. But if you don't, I'll receive my Excalibur.
Licht geht in sein Gesicht, Licht ist jetzt zu rappen. Die Deppen, die einen Schrecken kriegen, einen Magen zum Referetten. Oh shit, was geht denn da jetzt? Hier kommt FFO, der Typ, der seinen Rap klar checkt. Ist ganz normal, es ist FFO mit der Mütze, der Scharfschütze ist mindestens cremig für rote Grütze. Ich komm mit tausend Bären, ich will mich nicht beschweren. Hier kommen die Typen, die das Mikrofon bei sie erklären. Oh shit, was geht in diesem Moment? Hier kommt FFO, das die schwache Hände, was mit dem End brennt. Yo, ich kann mich ausziehen und ihr fangt an zu lachen. Hier kommen die Knochen, die knacken, wenn sie erstmal anfangen zu lachen. Dag 2. Mit wederom een heel toffe dag. Later competitie Pablo, afsluiter, Redman. Helemaal super fantastisch. Manche auch Hänger, manche werden Bruder und manche auch Hänger. Egal wie du ihn hältst, es interessiert ihn nicht. Denn egal, sein Ego
de persruimte met die secte. Het publiek ging helemaal los. Wij hadden er nog nooit van gehoord. Dus we dachten, we gaan eens eventjes kijken waar die gasten voor staan. Goed, die secte. Goed. Ja, is goed. Be tight. Be tight? Yeah, my name is Zido. Yo, my name is Mesut. We're EVAK. Yeah, we are die secte from Berlin. West Berlin. Yeah, okay, that's important. We're from West Berlin, yeah. I know you guys in Holland don't know the difference between East and West, but West is always the dopest, okay? we do like street music, that's what we do. It's music from the streets. But you see, we can do party too. Yeah. I noticed that you reach a large crowd because I saw little girls singing along with your lyrics, which I find really, really dope. So how long have you guys been performing? We've been performing since 98. Then we started, we made the first tape, and now we are getting more professional. You know, before it was like at home, we're just rapping for fun, and now it's getting professional since 2 years. Okay. It's our second time on the Splash. Second time, right? Yeah, you know, we never did festivals like this. We were on Splash last year, but they didn't want us to play on the big stage. They had like a separate stage for the underground stuff, you know? Like on Sunday and Saturday, they had like a Berlin set. All the Berlin underground street people, yeah, they brought to the second stage. Right. So they can bother nobody, yeah? Now you stressed that you're from West Berlin. So I can imagine the scene is pretty large, but how large is it and how tight is the scene? It seems pretty big there. There's like a lot of groups and stuff, but it ain't really tight. I think that's how Berlin is. It's kind of separated and everyone's kind of like sticking to their peoples. And I mean, there's a lot of groups and stuff from out there. There's not that many places that are playing hip-hop music, not that many places to do hip-hop shows and stuff like that. There's nope, not that much there going on why not? There. I don't know why it's not like that. I mean, club owners don't want hip-hop people in the clubs, you know? The club is clean when they open, and when they close the club, there's no free piece on the, no free spot on the wall, everyone tagged, and, you know? That's Berlin. Yeah. Well, we really enjoyed the concert because everybody was very enthusiastic. So you're big over here. Any other parts of Germany? How big are you here? We're not big. You're not? We're like no one. Okay, you just gave a good show then. Yeah, because like I said, the people are afraid. I guess that's what people, that's why we don't get the respect we earn, I guess, you know? It's the people know us. You saw how many people know us. Singing but so why they don't play our videos? People want to see it, you know, but they don't play it. You know, I don't know what's wrong, but that's the fucking German hip-hop scene, you know? They play Curse, obwohl nobody wants to listen to Curse in Germany no more, you know? It's over, Curse time is over. They want to hear the real hip-hop now. I never scared! I never scared! Shit, man, you want this shit, dog. Y'all make some motherfucking noise for that crazy motherfucker P.D. Pablo. We need a bell banger. We need a bell banger. Ja, dit is de man van het moment, P.D. Pablo. We kunnen ook nog proberen om wat vragen te stellen, maar het is gewoon een schreeuwlelijke. Volgens mij heeft hij niet echt wat nuttigs te zeggen of zo. Maar het is wel stoer, het is wel stoer. Gewoon wel een leuke show.
wel een beetje een patsen natuurlijk. Want hij klom gewoon in dat rek om bij die lichten te komen. Met deze microfoon het niet. Dat vond ik op zich wel hilarisch. Zit hij helemaal bovenin. Moest hij weer naar beneden, maar het was wel goed. Het was wel goed. En toen deed hij zijn hit. Iedereen zijn shirt uit. Wave him like a helicopter. Dat is leuk. Het is leuk. People mover. Maar ik heb er geen kippenvel van gekregen, dat zeker. Oké, op naar koersen. En dat is wel grappig, want we hebben dus die sector geïnterviewd. En die diste eigenlijk een beetje koersen. Van ja, maar dat is een oude lul en dat is een beetje oldschool en zo. En het is gewoon tijd voor wat anders. Dus ik ken koersen niet, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd wat die gast in huis heeft. Want misschien blaast hij gewoon die sector wel helemaal weg. We checken het even. Deze vogeltjes willen je wekken. Blijf wat ik nog meer, maar zo groot dat ze geen flesje geven. Deze palaties is een kamers van schimmel. Nee, de kraam is begraven in zijn kamers van schimmel. Doch maar niet, dat is alles in zaak om eens heim te schrijven. Ik heb niet zo gelijk geleerd, ik vind je echt onzichtbaar zijn. Kunnen ons beide vier zo lang voor de spits. Kunnen ons beide zo lang als je vast hier is. Zo lang als je vast van regen. De sessie van het stress is voor ons. Ik ben ons niet gewachsen. Du hast ons niet meer vangen. Wees geen ons niet die was. Om mij zo klaar is te zijn, dat je heel veel keer zijn gezicht. En als je een kop te zeggen. Ich bin rassistisch, ich bin rassistisch, wenn du reiser bist, in meinen Arm stößt. Ich bin rassistisch, ich bin rassistisch. Ich verlasse dich, ich bin da für dich, wenn du reiser bist und meinen Arm stößt. Ich verlasse dich, ich bin da für dich. Zeit zu sagen, dass jetzt alles in Rang ist und dass ich Zeit ist, Mann, für mich, wenn ich vorbei ist, egal wie Zeit, die dir zwei verbringt, ist für mich nur heiß. Alle Zeit im Reich, für mich war gar nicht so leicht. Ich weiß nicht, du hast es nicht leicht, wie man Typen wie mich. Ein normaler Tod existiert, ich will ein Typ wie mich. Ich hab Songs von irgendeiner Ex und das von Öl bis zum Meer. So wie Baby, das ist mein Job, von jedem Typen wie mir. Denn ey, ich verlass dich nicht, ich bin da für dich. Weil deine Größe für mich so wichtig wie alle uns sind. Weil ich dich wusche, wenn du voll in die Arme schließt. Und zum Zerren, wir zum Beispiel kosten deine Arme. Das interessiert mich wirklich, lach nicht so rum. Ich spür immer deine Nähe, auch wenn sie bloß am Telefon ist. Denn man weiß so klar, dass du sagst, ich hab dich lieb, sag ich nichts, weil drück dir kurz das Gesicht. Splash! Boah! Ich verlasse dich nicht, ich bin da für dich. Wenn du reiser bist und meinen Namen sprichst, ich verlasse dich nicht, ich bin da für dich. Tür! Ich verlasse dich nicht, ich bin da für dich. Wenn du reiser bist und meinen Namen sprichst, ich verlasse dich nicht, ich bin da für dich. Der unfassbare, belastbare Lass mal mit Klappschwurzen im Maskulatur der Bassade. Der rechthafte, rechtschaffende Hasser, rechtsradikaler unfassbar lässiger Prahler, der rechtskranke Säckehaber. Der Beste des Kader, der prächtige farbenbesetzte Maler. Der Speer ist erstmal der Vater, der King des Mille-Rap-Gespannes. Der harte Leben, der Allesgeber, der Geber von Tag und Flasch verlieber. Auch jeder alles Realverleger, weil dieser Sachen die Börse geben. Rischen, Fischen und Tornheber, Kühler alle mit Tornleber. Fisse, du Loser, Kugel, der Zentrum, Schlunge, der Kugeleser. Kugel, jeder Lack und Verkackverschmier. Flaschdreher, Fackgeber, wie auf Fest, viermal Sex. Okay, you're performing just right before Redman. Yeah. How do you feel? How do you feel about that? I'm feeling great, man. This is like my favorite MC, so I'm really kind of excited, you know. Yeah? A little bit nervous as well or not? Not nervous for my show. I'm always a little nervous, you know, but not extra nervous today because I've been ripping this shit for a few times already. Right. You know, headlining this shit every year, the last 2 years. So it's all good for me, you know. So, but I'm just happy to watch Redman's show because I always missed his concert. Okay. Now we know a few things about German hip-hop. This is our first time here at Splash, but can you just fill me out on the scene? Because we've interviewed a few other German bands, but I'd like to know your opinion. I mean, what's the scene like now? Is it tight or...? It's like, it's just different, man. It's like from what it grew, everybody used to be tight for a while, you know, then different camps in each city developed, you know, so people kind of saved for themselves and grew apart a little. Then the next generation kind of grew together again, and right now there's new cats coming out again that's like front, you know, just representing where they from, saying fuck all the other cities and stuff. But we didn't come in like that. I always came in positive, you know. I always like battle lyrics, you know, but not like dissing whole cities and stuff, you know, like
just like saying my opinion to rap, and that's it. But I'm not trying to push so much negativity. No, but do you feel a certain responsibility just to fix it, you know? Yeah, definitely. I mean, just by doing good music and positive stuff and stuff that's successful still, because a lot of acts in the last few years, they failed, you know? After the big boom in 98, labels, you know, with the major labels. Which artist, Big Boom? The Big Boom was like Absolute Beginners, Freundeskreis, yeah. And then my album came out, Dynamite Deluxe, and there was this other group from Hamburg, Einzwoo, Massive Töne from Stuttgart. Everybody had top 10 albums at that time, you know? So, and after that, the industry, they signed all kind of whack artists, you know, like, that wasn't really able to carry a career as a major artist, you know? And then they put out albums, stuff flopped, they got dropped, you know, so kind of had a little setback. But now it's kind of coming back, you know, I'm still here, and that's what I'm doing this for, you know, good music, positive vibe, and entertaining the people. Now you've been in it for a long time. Yesterday I talked to PMD of EPMD, and he said that the newest generation doesn't respect the real hip-hop culture anymore. And he's also like battling, you know, he's trying to fix that as well. They're not trying to fix anything. I like battling, and I like it too when people come in like that, you know. I don't hate 50 Cent because he came in with How to Rob, you know. He was just dissing everybody. That's how he got his first, you know, attention. And if you can back it up with skills, it's okay. But like the most of the new cats here right now, they're just talking shit and they cannot really rap, you know. So I don't respect that. But I like battling, and I don't care. Like, I don't want to fix anything. I just want to make hip-hop, you know, grow, of course, you know, yeah, as far as I can take it, and then from there on somebody else got to do this job, you know. I'm not here to fix the world, just doing me. You're here to Rock Splash 2003. Yeah? Yeah, that's to warm up the crowd for Redman. Yeah. Excellent. No. Oh, no. I got my own crowd. You got your own crowd. I'm his biggest fan, but still I pull more people out here than him, man. Yeah, you know, yeah. I'm the fucking top 10 star over here, not him. He had never had a top 10 hit record over here. I had a few. So it's all good for me, you know, but I'm very excited to see Redman. It's all good. Excellent. Send me the Deluxe, thank you very much for your time. Persmensen niet zijn toegelaten.
Ja, ze ballen wel onwijs, maar ze maken er toch een party van. Iedereen is hier zo chill, ze maken zich niet zo druk. In het begin was iedereen onwijs boos. Maar ja, nu chillt iedereen hem gewoon en wordt er gewoon gedanst. Het publiek gaat intussen wel erg hard uit zijn dak. Maar ja, voor ons is het gewoon mad kut. En eigenlijk voor iedereen die hier staat is het gewoon super kut. Kijk, ik dacht niet dat we nog een glimp zouden kunnen opvangen van een paar mensen met de crew van Redman. Maar daar staat DJ Cool. Ik zou zeggen, focus even op hem in. Let me clear my throat. It's the legendary DJ Cool right here on the favorite mix with my man Fab Five Finger and Grandmaster Ben. Doing big things in a big way, alright? What are you up to, man? Working on some new music, man. That's what I want to hear. Okay. I got a new joint coming out with the Icons, right? I got a new joint coming out with Philly's Most Wanted. I got either one or two new joints coming out with Redman. We got some new DJ Cool joints coming out. Me, Mystical, and Lil Jon and the East Side Boys are talking. We might be doing a brand new Lil Jon and the East Side Boys and Mystical joint. Me and Fat Man Scoop are talking about doing new joint. So keep it locked right here for DJ Cool. Alright? Okay, Redman is voorbij. En we zitten nu eventjes backstage weer eens. We hebben net even lekker gedanst, wat gedronken. En ik ben gewoon helemaal happy. We hebben net nog even DJ Cool aangesproken. Dat is dope. Dat is helemaal te gek. Dat trucje doet hij al 10 jaar. Echt. Okay. Dus we gaan gewoon maar weer eens terug. Misschien naar de tent. Misschien komen we onderweg nog wel tegen. Je weet het nooit. Alles lukt gewoon ofzo. Alles, ja, ik weet niet. Ja, wat kan ik nog meer zeggen, joh? Het feest gaat gewoon door. Het is zo leuk. En je ziet iedereen met elkaar netwerken. En we hebben ook al een aantal Nederlandse hip-hop heads gezien met gewoon de spullen onder hun arm. En die gaan lekker dingen met elkaar uitwisselen. En ja, dat is gewoon echte hip-hop. Dat vind ik gewoon heel erg tof. En wat verwacht je van morgen? Ik verwacht dat we weer heel vroeg uit onze tent worden gebrand door de zon. En we moeten morgen al vroeg onze tent afbreken. Want onze spullen die worden dan bij de bus gezet ofzo. En dan hebben we nog de hele dag om ons te vermaken. Oh, wat denk je van de act morgen? Ja, ik verheug me heel erg op Brand Nubian. Want ik heb die gasten nog nooit live gezien. En ik vind ze echt heel dope. Hold up, wait a minute. Het programma aan die kant is afgelopen. Reggae en hiphop is echt helemaal uitgestorven. Maar we staan nu on the bridge. Ik doop hem even om tot de Brooklyn Bridge. En hier gaat de party gewoon door. Dat is een dancehall tent. Check dat eens even. Dat is gewoon een after party. Ik kan nog steeds kleren kopen en gewoon lekker wat drinken. En dat is de South Pole tent en daar is DJ Cool nog even wat aan het afterpartyen. Maar dit gaat gewoon door. Gewoon door. Ik weet het niet, flauw idee tot hoe laat, maar ik ga het ook niet uitproberen. Natuurlijk, man. Ik ga zoeken aan een cijfer. Cijfer? Cijfer. Ja, een cijfer. Cijfer? Wat is je cijfer? Zeer simpel, het was een cijfer. Kijk niet in. We zoeken de cijfers, dus we weten niet waar de cijfers zijn. We zien de rappers in de cijfer. Kijk niet in. Ze zijn wel bij opstaan. Wat? Wat is wel wat? Ja. Ja, ook wat dat volle gelijk. Maar... Daar kiept de cijfers. Keine Ahnung, könnte sein. Maar... Keine Ahnung. Ah. Vielen Dank. Ja. Ik zoek een cijfer. 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 Je bent bellen, man. Je weet toch, cijfer. Met rappers. Cijfers. Wat zoekt ze daar eens? Cijfer. Ja, hier. Cijfer. Ja. Nou.
ist so ein Basketballkorb, da ist Master of Dunk oder so steht das dran. Ah, mein nee, mein Freund. Okay. Hier gibt keine Seife. Wir? Hier. Yeah. Nein, ihr seid Seife. Fäng an, so ein Rapper. Ja, kann einer von euch bieten? Ja. Zu denen ich gesagt hab, ich bin nicht mobil, sondern fahre im Klammer. Du wirst nie verstehen, dass unsere Lyrics nie vergehen und die Leute lieber sehen. Letztendlich wirst du doch mit Weed vergehen. Ich will nur, dass ich eure Hände wie eine Latte heb. Das Flash garantiert, doch ohne Pappe klebt. Wenn nicht, muss ich es halt auf meine Kappe nehmen. Doch werd beim nächsten Open Mic wieder auf der Matte stehen. Das hier ist mein Ding, ich steh zu meinem Rap und zieh den Scheiß durch wie ein Head. Wie gesagt, hab ich nie gefragt, ob dir mein Rap gefällt, der mich wegdreht und deinen Dreck entstellt. Ich will kein Check oder ein Geld, keine Million auf der Schweizer Bank oder Designerklamotten, mach schon mal sagen, alles was ich will, smoke, rap, chill. We zijn onze spullen aan het inpakken, leggen we het straks in de bus en dan kunnen we een beetje nog de middag en de avond een beetje ons vermaken. En als het laatste concert voorbij is, dan kunnen we gewoon de bus in en dan zijn we oud. Wat? Wat? Braak! Braak! Ik breek ze, fok, ik eet ze Nederlandstalig op en ik geef ze geen genade. Veeg ze van de aardbodem, je weet het. Ik zit in die heilige zoon, noem me de Jiggy Jesus. Ik heb het tegen MC's, weet tegen wie je het hebt. Wie is, wie dist en wie is genek. Yep, je ziet wie het is nogal wie is de rap. Critici zeggen ziek, maar de stier is te gek. Het is Jiggy, mietjes, ga weg, soms weet ik niet wat ik zeg. Hey gozer, was dat nou nodig? Hey sodemieter op zeg. Zijn jullie dom of kom ik te complex? Ook al kom ik bot, alsnog kom ik on point, check de context. Geen gebrek aan respect, ik battle met contests en battle je ponkass als je vindt dat ik dom rap. En als je mij battelt, dan ben ik de ponkass. Ik schud je de hand als een man en wandel dan trots weg. Yeah! Pop, 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 pop! Yeah, kijk, spierballen refs. Spierballen refs. Je spit op gevoel, maar ziet het gevolg niet. Ik niet cool, man, je weet niet. Kom met een nekie. Met meer spierballen ref voor je kop, dus laat hem vallen. Die ik weet van niets attitude, ik zal jullie leren. Uit te stappen bij de volgende halte. Heren, bevalt het niet? Heerlijk, ben altijd het ziekst, ik zweer. Stop een vuist in je anushol. Wat vind ik daar een drol? Smeer je mavel, pak er in de navel. Want op je moeder na blijf ik toch wel het vetste. Veranders allemaal in composthoop. Reffers, neppers, zie me het recht zetten nu. Spuur, ik blaas vuur, zie je wit weg. Trekken nu. Haantje de voorst op de mic, spit en rijm. Leg batterij, stijl, ben er af de kippen bij. Kik die vette rijm, slecht voor de lijn, rap lekker nij. Ik pest je kippetje met raps en besmet de ei. Fok gezelligheid, ik snatch de mic. Spit een battle rijm, split en mijn kidnap je brein. Shit met venijn, vraag je mij wat ik zei. Dat was prachtige shit, als de rit met de trein. Altijd beleefd deze jongens, zijn mijn moeder. Dus een big up naar de motherfucking bol tegen vloeken. Kom mee, we doen het, we houden je zoet als snoep. Goed met meer poep dan couscous, MC's in een broek doen. Je voelt hoe we flowen, ik en mijn homies. Als we op hol slaan, doldwaas en kolies. Wat ik nou precies zeg, doe, ik weet het ook niet. Ik drink bier op splash, yo, en ik rook wiet. De stijl is eigenlijk vrij rijkelijk ranzig. Vies dus wel handig, geen crisis voor handen. Je houdt ervan, je wordt stout ervan. Jouw stijl, mijn negers worden niet warm of koud ervan. Oké, dit was Splash 2003. We hebben geen tape meer voor Brand Nubian. Kees, we stoppen gewoon hier.
Center event, but we're also questioning it as to
you know, did Osama really do it? You know what I mean? Was it maybe the CIA or, you know, the government that did it? Like, we were trying to raise questions and provoke some thought consciousness in people, you know? But I guess the material was too heavy for some people, you know what I mean? And, you know, some underground shit, so whatever. But, yeah. Woody terrorist attacks like a double blow to you because you're black and you're also Muslim, right? I mean, you're saying the terrorist attacks as far as the attacks themselves or what happened after the attack? Just in general, I mean, everybody was just afraid and started pointing fingers at people, you know? Right. I mean, my name is Jamal Allah, okay? So when I go to the airport, you know, it's a problem for me, man. Like, they're always fucking checking my bags and, you know, want to check me and all kind of shit like that. And I have an American passport, you know what I mean? Mm-hmm. So, you know, that part of it is not good. But I understand the animal that I'm dealing with, so I kind of reaction from them, you know what I mean? But it's definitely something that seems like, you know, a kind of a war or something against Islam or whatever, you know? And like I said, I understand the animal, you know? I understand what I'm dealing with, you know? It just sounds like it's an extra battle, you know? Basically, it's already a tough life and then... Basically, like, you know what I mean? As black people, you're already battling all the time. Yeah. You know what I mean? So one more battle is one more battle. Like, should I really get so, you know, crazy about it? Like, that's one more battle, man. And we're used to fighting battles. And we're used to overcoming battles. We're used to making something from nothing, you know what I mean? And making lemonade out of lemons. I think there's also an extra battle because the other day here I talked to PMD from EPMD and he said that the newest generation is disrespecting the hip-hop culture, you know? And like EPMD was like a pioneer and you guys are also from the old school. So that was a battle, just setting up the scene. And then you've seen the scene go commercial. And now they're trying to keep it real again. And you must be fighting the same battle as well, or not? Yeah, definitely. Definitely we are. But, you know, timing is everything, man. And I think sometimes you just have to wait for your time. You know what I mean? And sometimes your time will come and it will come back around again. You know what I mean? You just have to be patient and persevere. And as long as you stay on the same course and people don't see you weaving all around the road, you know, they're gonna stay with you, man. And that's why we're a group, we ain't ever gone gold or platinum, you understand? But we're known worldwide and we have a certain respect that you can't buy, you know what I mean? It's because we stay on the same path and tell the truth. And people are attracted to that. So when our time comes back around again, that foundation will be there. You already were there. You never went. Gone. Okay. Perhaps you got a last message to the new generation of hip-hop. You can say it into the camera. I mean, to the new generation of hip-hop, you know, just be true to yourself, you know. Don't do things because you feel that that's what you think you should do in order to get on or, you know, to be popular. You know, hip hop is about telling the truth and people can see through that. Hey, wat moet ik eraan toevoegen? Dat is gewoon mijn man, Lord Jamal. 10 keer zo gespierd als ik, dat kun je wel zien. Ik denk dat ik volgende week maar weer naar die sportschool ga. Maar het is zeker true wat hij zegt. En ik vind het heel erg interessant. We hebben een aantal oldschool gasten gesproken, Lord Jamal en P&D. En ze zeggen gewoon allemaal hetzelfde. En ik ben gewoon blij dat die oude generatie nog steeds true blijft. Dat die oude generatie ook niet in een jiggy gaat doen en zo. Ze keeping it real. Maar ik moet zeggen dat ik dat ook van heel veel Duitse artiesten kan zeggen. Ze keeping it real, er is een hechte scene. En ze doen gewoon hun ding en er is mad respect. We zagen gisteren ASD. Ze rockten die crowd gewoon gigantisch. Het was bijna net zo hype als Redman die erachter speelde. En dat vind ik tof. Er is liefde, er is geen gezeik. Dat vind ik cool. En volgens mij mag het in Nederland ook wel wat meer worden. Oké. Okay. I love the streets, I can't get enough. Gotta change, yeah, we can't change up.
Splash Festival. Tenminste, op dit gebied. Er is altijd nog een afterparty die nog tot in de late uurtjes doorgaat. De laatste act van Splash 2003 was Seed. Ik heb het zelf niet kunnen checken, want ik lag half bewusteloos backstage. Want ik ben helemaal gaar. Ik ben mijn stem kwijt. Ik ben mijn energie kwijt. Ik weet het niet. Ik heb het gewoon niet meer. Want ik heb het gewoon zo naar mijn zin gehad. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. Anyway, ik hoop dat jullie hebben genoten van gewoon onze coverage van Splash 2003. Ik wil nog even Vent bedanken en de Cypherbus. We wouldn't be here without you. Volgende keer is die bus wel helemaal vol. Wat mij betreft ben ik hier volgend jaar weer. Maar ja, dat kan je nooit zeggen van tevoren. Wij gaan nu naar het busstation en dan stappen we op de bus. En dan gaan we lekker slapen. HipHopInYourFace.com is right here. It's live. It's the legendary DJ Kool. You got me? I'm a little bit fast. Gotta keep it focused. Peace. Thank you very much. Kennen ze die noodspreker dansen? Dat weet u trouwens niet, maar die is helemaal de bom gewoon. Ik heb een vraag. Wie vinden ze doen Splash 2003? Ja, ik voel me net Mental Tio. Oké, kom. Dat is niet los, man. Dat is aan de camera. Dan gaat het gar niet meer naar binnen. Het is nog daar binnen en iets voor opkomt. Zeg eens. Dat is een shitkicker. You love it. Shitkicker. Dat is een shitkicker. Shitkicker. We zijn al een tijdje wakker. We moeten onze tent opzetten. Zo, ik ben gaar. Ik heb een zonnesteek, man. Are you prepared to ask questions like that? Das ist schon total im Arsch und es rollt nicht mehr die Zunge, denn das Bier hat sein Übriges getan. Und nun stecke ich total im Wahn von diesem scheiß Alkohol und sitzen wir hier beide wie der scheiß Pol zusammen. Du Plus, ich Minus, du Cosinus, ich Sinus, du wer weiß was ich, ich Julius und Primus und alles klar? That you really know. I got you straight rocking and rocking. Ja, ga je nou opnemen, gek? Het is gewoon een mic check. Yeah, that's what I wanted to say. It was a little promotion for MC Shit Cooker, so be careful, he'll soon be out. HipHopInYourSmooth.com. That's right, all in your face, baby. Freestyle, you can reach me on the internet too. FreestylesHQ.com. That's FreestylesHQ.com. Hold up, email me, I'll hit you right back. Yo, what's up? This is the PMD right here chilling at Splash, you know? I got it like... Het programma is afgelopen, tenminste hier, het reguliere programma. We hebben net kunnen genieten van Seed. Nee, ik ben even opnieuw. Hey, je bent een hoer! Wat ben je doen? Jij bent helemaal een eikel. What the fuck, yo? Kom op, man. Kom op. Beter had je me wakker gemaakt. Kom op, man. Goed. Kom. Hier eindigt de reis. Volgend jaar 2004. Ik hoop dat jullie het cool vinden. En ik vond het heel erg dope. Het is helemaal dope. Het is dope. Goed.